sta fucking Frans van mijn broer. Met deze kapsel lijk ik op de kok van Ratatouille. Met die muts lijk ik gewoon op die rat. Toon het. Wie weet, binnenkort JD, Thijs, Linkert, Thij Weveren. Daar wordt connectie. Zullen je doelpunten garanderen? Ja. Zien. Dat is aan mijn moeder, is ja. We hebben hem al gezien. Verleg. Kassa. Kom op. Kom op, jongens. Dacht dat je naar links kon shotten? Niet zo was jij. Kijk, je mocht nog altijd 14 dagen terugdraaien bij ons. Echt? Goed, voor het doen, Thijs, kun jij nu. Echt niet shotten? Als journalisten worden meer betaald. Misschien is Heiner, die is toch al zijn aanvallers kwijt. Kan me even goed even gaan aanbieden. Is het mogelijk om in één jaar tijd profvoetballer te worden? Ik ben Thijs ondertussen al een beetje in vorm en nooit hoger geraakt dan vierde provinciale. Maar nu, op mijn 28ste, wil ik het toch nog een allerlaatste keer proberen. Ik heb echt iets heel cools. Dus deze maand staat volledig in het teken van het zoeken naar een club. Een club die in mij wilt investeren en die mij aan het einde van het seizoen minuten wil geven. Daarvoor hebben we nodig een makelaar. Die hebben we al. Isse? Een epic YouTube highlight video. Die is geregeld. Afmaken. Met extra luide kutmuziek. Maar het allerbelangrijkste is een transfermarktprofiel. Wel, en ze doen dat niet zomaar. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb op Twitter of ja, X nu een oproep gelanceerd. Ik zoek een contact bij transfermarkt.be. Ik heb daar iemand gekregen. Ik heb die een mailtje gestuurd en die hebben teruggestuurd. Het is oké om een profiel voor jou aan te maken. Normaal doen ze dat dus niet, maar in dit geval willen ze dat wel doen. Maar ik heb dus een lijst gekregen die ik nu moet invullen. En dat is eigenlijk het begin van mijn bestaan als profvoetballer, denk ik dan. Geboortedatum 19 september 1995. Geboorteplaats Leuven. Lengte 182,9 centimeter. Of 1,83 meter. We gaan mooi afronden. Voorkeursvoet. Allebei, hè. Tweevoetig. Gedetailleerde positie links buiten. En dan het laatste, profielfoto. Headshot met neutrale achtergrond in tegenstelling tot een foto voor een identiteitskaart mag hierop gelachen worden. We hebben dus een foto nodig. Neutraal, recht op recht. Profielfoto eigenlijk voor Transfermarkt. Ik zal me hier tegen de muur zetten. Daar of hier? Cameraman zei hier. Dankjewel, meneer de fotograaf. Gefeliciteerd met die profiel. Dank je. Welkom bij Breakfast for Champs. Dit is wat ik iedere ochtend eet. Havermout met melk. Eigenlijk moet dat magere melk zijn, maar dat vind ik niet lekker. Er zit altijd een beetje proteïnepoeder bij, blauwbessen, noten en afhankelijk van hoeveel zin ik daarin heb, nog een klein beetje confituur. Dat gaat hier eigenlijk om die 1% dat je kunt winnen. Er zijn heel veel die boterhammen met confituur eten, maar ik vind dat te beperkt. Ik wil echt iets dat heel lang energie geeft. Want ik vergeet ook soms te eten 's middags, dus heel belangrijk. Wil jij ook wat? Heb jij ook honger? Iets ruiken? Een belangrijk ontbijt voor een belangrijke week, want mijn makelaar heeft ervoor gezorgd dat ik bij 3 clubs kan gaan testen. Beveren, Dender en Deinze. Dus genoeg energie binnenkrijgen en hopelijk komt er iets positiefs uit de bus. Smakelijk. Goedemorgen. Ik word hier afgezet door de kapiteins. Zie je, nieuwe ster van Dender in wording. Goed op tijd. Goed op tijd, dat is het belangrijkste. We moeten eigenlijk naar daar zeker. Ja, klopt. Dus, dit was voor de show, puur om te tonen dat ik word afgezet.
hem kleine voeten. Left and right. Ja. Kleine voeten? Ja. Ik zeg dat niet graag op camera, maar... Weer nieuwe kleuren. Weer nieuwe kleuren. The most unloyal man in football. Het Snoop Dogg nog eens. Just the most unloyal man in Belgian football. Ja, dat komt wel, denk ik. Maar dat is chic, jongen. Fucking hell. Dat is een nieuwe mil, zeg jij. Een 10 die overdreven op is. Hè. Als je een stick op 6 doet, dat is. Lekker weertje. Fantastisch, maar je weet dat ik die muts niet ga aandoen. Hè. Waarom niet? Met deze kapsel lijk ik op de kok van Ratatouille. Met die muts lijk ik gewoon op die rat. Toon het. Dat gaan we niet doen. Zo kaal is het ook niet. Hier. New player. He became with us today, boys. Overal hetzelfde. Amai, amai, amai. Maar dat is een lange rij hier, zeg. Ja, ja. Wie heeft mijn muts? Ja, mijn muts is geript. Kijk, doe dat. Ja! Lekker! Op! Oh my! Dat is jammer. Oh. Jawel! Oh! Nee, niet! Oh, staat niet. Oh! Geet dit toch, hè? Denk gewoon, als het lukt, krijg je dat contract. Jij zal het nog. Ja. Moet niet hebben, zeg. Allee, maar het is net niet. Dus kan nog wel 11 uur duren, denk ik. 10 hours later. Dat was zo. Gaat dat dan ooit lukken, coach? Dat kan niet, hè. I'm only one touch, play! Als ik te veel tijd krijg, dan panikeer ik. Oh, bon, ça va, af en toe een klein moment, maar... Hoe is het hoor? Nee, het een boot gevallen. Zeker niet. Nu, twee foute passes. Ik slaap niet, hè, vannacht. Ik ga vrijdag naar Brugge met jullie heilen. Ja, maar dat is wel een gevoel ook, zelf in de match ook. Ja. Als je eerst de controle of aanname of duel goed is, dan zit het direct in de match en voel je goed. En het ding is nu wel, nu kan ik zeggen tegen mezelf, oké, knop omdraaien. Nu. Smerig. Dus nu, hè, slechte ballen, knop omdraaien en we doen verder de volgende oefening. Ja, maar dat is nog altijd te lang naar al moment. Bravo! Well done! Linkzicht, linkzicht! Pas dat! Goed bal! Easy, easy. Man, 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 man! Ik sta kapot. En coach, al goede dingen gezien van Thijs? Zeer goede dingen gezien. Ja? Ja. Technisch is hij wel, wel sterk. Een lekkere AA-drink. It's the best. Ontzettend blij. Allez,
maar. Goed. Zien. Dat is mijn moeder is, ja. Pinpoint accuracy, mate. Hoepa. Deep solution. 2, 3, yes. Get this. 5, 6, 7. Ja, je ziet wel dat je snelle voetjes hebt, dat je technische bagage is daar. Alleen als ik als tip kan meegeven, goed rond kijken. Vooral in balbezit. Dat je vaak kijkt waar je zit en welke ruimte. Want als je dat gaat doen, dan kun je nog makkelijker voetballen. Zeg maar. Gewoon met die twee voeten blijven verder werken. En dan zullen we zien waar we uitkomen. Wie weet, binnenkort JD, Thijs, Linkup, bij Weveren. Daarom, connectie. Bluetooth. Dan moet ik eerst die bom weer eruit spelen. Dat wordt moeilijker, denk ik. Ben benieuwd. Put yourself in a position, you can get the ball. Ball has to be a movement, that's it. If it's possible... Coming. Yeah, parlay, you see. Do it. Hop. In each square, someone. Okay, Thijs? Yes. And Alvaric? Yes. Ik weet niet maar dat is links en rechts dat je speelt. Ik ben ambidexter. Dus links-rechts is eigenlijk het... Die zijn gegeerd, hè. Ja. We zijn heel benieuwd hoe dat verder gaat evolueren. Ja, ik ook. Als je plekken op je squatlist vrij hebt... 5 minuten, hè. Op het einde van het seizoen. Meer moet dat niet zijn. Dat is geen wat ik vraag. Wilde jij meer geven? Dat laat ik open. Stel dat je 5 minuten. Zullen je doelpunten garanderen? Ja. Hey! Kom je al! Niet meer. Goeie loopactie! Heb je een bal gezien? Want het is niet dat ik de ballen die ik krijg, dat ik die verpest. Ik krijg ze gewoon niet. Ondanks dat ik in principe wel meestal vrij ben. Zelfs als je buitenkant staat, als een neutraal dominant erin. Oké. Anders gaat het nooit krijgen. Ja, dat is waar. De gasten dan zoeken ze een andere oplossing. Ja. Zeggen ze: hey, hallo, nee, okay. Give me de bal. Ja. Goed. Niet agressief, maar dominant. Ja, ja. Ja. Hey. De boys! Was het thuis? 10 seconden! Ga weg! Kies! Dit is het moment dat ik mij voor het eerst echt een voetballer voelde. Je ziet mij 1 keer scannen, 2e keer scannen vlak voor de bal komt. Ik draai dus weg naar de kant waarvan eigenlijk gezegd dat ik het niet moest doen. Dus Lennart zegt: Verleg! Dus in principe moet ik naar de buitenkant. Maar ik had dus door dat scannen 2 keer gezien. Oké, die komt langs mijn linkerkant. Ik draai dus weg. En dan pak ik een buitenkant voet. Dus ik zet mijn man volledig in de wind. Ik speel perfect de rechts buiten aan en ik doe mee aan de volgende actie. Dit is echt het moment dat ik mij voor het eerst een voetballer heb gevoeld. En dat is mooi. Hey. Kom op jongens. Staat dat assistje erop? Ja, ik had er 2 kunnen hebben, maar ja, kapitein beslist. Allee, Lennart! Dat is de bal thuis. Dacht dat je mijn links kon shotten? Niet zo goed als jij. Dat is goed. Gelijk. Maar dit zijn wel de details. Een van onze principes is actie gebeurt, goed of slecht. Doorgaan. Gewoon switch. Oh my. Kut. Allee. Oh my. Allee. Een regel, 1 seconde regel. Dat wil zeggen, actie gepasseerd.
slechte bal of slechte controle, whatever. Direct reageren. Ik heb een afspraak met Rudy Heijlen ervoor. Maar die fractie van een seconde wil zeggen dat je, als ik het kunt omschakelen... Ik weet het. Dikke merci in ieder geval, ik mag weten. Nee, veel succes. Ik heb tegen de mannen hier ook gezegd van, kijk, je mag nog altijd 14 dagen proefdraaien bij ons. Echt? En dan spijkeren we wel bij. Dus, Maar echt, hè? Dat komt in februari, hè? Gewoon in februari. Ja, en nu? Nee, dan heb je een tijd misschien. Ja, ik verhuis deze weekend. Dus, ja, en dan? Ja, maar dan raak ik hier niet. Wat is het probleem eigenlijk? Februari is goed, zijn daar. Eind februari moet ik een minimumcontract hebben. Ik heb wel de indruk dat je heel veel babbelt, want de jongens zijn nu in de fitness bezig. Dus, ik weet niet wat jij nog van plan bent, maar de training is voor ons ook niet gedaan. Een paar zeer goede dingen gezien, dus het gaat wel de goede kant op, moet ik zeggen. Dus hij is altijd welkom om nog te blijven, zeg maar. We gaan nog wat bijspijkeren dan. Ik weet niet of dat hem daar goesting in heeft, maar... Dag Rudy. Dag Thijs. Hey. Welkom in mijn nederige stulletje. Ja, dankjewel. Dat wordt een ander soort training voor jou, hè? Dat wordt inderdaad dus een ander soort training, maar ik heb er nood aan. Ja, dat is oké. Okay, dat is goed. Dan gaan we eens alles op een rij zetten. Wanneer is jouw doel geslaagd? Als ik voor een profclub minuten heb gemaakt. Stel je voor dat dit lukt, hè? Dan hebben we 10 op 10. Hè? Mm-hmm. Perfect rapport. Waar vind jij van jezelf dat je nu staat? 4,5. Wat werkt er voor jou om te zeggen, ja, ik ben reeds een 4,5? Ik ben bijna perfect fysiek in orde. Ik heb gisteren een meting gedaan en we hebben het streefdoel qua vetpercentage gehaald. Ik ben begonnen op 19,4, ik zit nu op 8,8. Mijn controles zijn nu bijna altijd juist. Ik heb ontdekt dat ik ook op dit niveau razendsnel ben. Mijn trap op goal, zowel links als rechts. Opgeven, daar heb ik zelfs op de dagen dat ik weende van vermoeidheid en pijn niet aan gedacht. Je bent dus perfect fysiek in orde. Je hebt een top vetpercentage intussen. Voetbalcontrole is bijna altijd juist. Mm-hmm. Je bent razendsnel en eigenlijk op profniveau komt dat er nog steeds uit. Mm-hmm. Je hebt een heel goede trap op doel. En een stinkend sterk doorzettingsvermogen. En je zegt, daarmee ben ik een 4,5. 6 maanden geleden gaf ik mezelf ook geen 0 op 10. Kijk aan. Ik zat daaronder. Ja. Ik heb nog 6 maanden. Ik ben al van onder 0 naar 4,5 gekomen, dus ik weet ook wel het traject dat ik afleg. Dat is eigenlijk heel grappig. Ik kan niet accepteren dat ik faal aan de bal. Maar ik ga kunnen accepteren dat ik op het einde misschien faal. Omdat ik er wel alles aan gedaan ga hebben. Ik weet wat ik hiervoor aan het doen ben. Ik weet wat dan puur dat traject mij waard is. Mm-hmm. En dat is voor mij sowieso iets dat ik kan meepakken. Want ik heb nooit in mijn leven zo hard voor iets gewerkt. Stel u nu even voor, hè. We hebben dat bovenste doel nooit geformuleerd. Maar we zitten hier nu samen. Wij gaan hier en nu afspreken. We zijn een keer 6 maanden. En ik ga meereizen met jou. Ik zal de kamer ernaast wel slapen. Maar voor de rest gaan we zien dat jij 6 maanden lang intentioneel altijd het juiste gedrag stelt. En dat wil zeggen, alles wat op je pad komt waar je zelf kan controleren, gaan we gewoon doen. Mm-hmm. Is dat zo naar leefstijl, voeding? Is dat zo naar recuperatie? Stel je voor dat we 6 maanden vlekkeloos doen. Hoe groot wordt de kans dat je minuten maakt in een profclub? 95%. Daar ben ik van overtuigd. En dat wordt ons project Rapid Failure. Ik ga jou met andere woorden uitdagen om zoveel mogelijk dingen te doen, zodat je jezelf zoveel mogelijk kans geeft om te falen. En ik hoop dan ook dat je heel snel, heel vaak in de fout gaat. Alles gebeurt goed, op. Je speelt een bal in. En die gaat slecht. En ik zeg, ach, godverdomme Thijs, kun jij nu echt niet shotten? Wat doe jij met deze coach? De kans is groot dat ik voor heel de groep zeg dat ik dat niet vind kunnen. En weet je wat nu misschien het erge is? Jij hebt op dit moment zo een coach in jezelf. Goed. Is er voor jou een positieve cognitie? Dus een versterkende gedachte die wat richting geeft? Wat shotten met je vrienden. Gewoon voetballen. Niet denken van, oké, we moeten nu dit doen, die bal moet nu crossen, kort, lang. Nee, gewoon voetballen. Gewoon een beetje shotten, bij wijze van spreken. Het is misschien wel de vrolijkste gedachte die in mijn hoofd zit. Dat is leuk, hè? Ja. Ja, dat is het ook gewoon in C. Voel hem? Ja, ik voel hem. Bekken shotten. Ja? Ja. Oké. Klasse. Dankjewel. Aan de slag, hè?
Hier is ze. Met Gunther. Nee hoor. Hoe is het? Dat is goed. Ja, met u? Ja, zeker, zeker. Hard aan het werk, hè? Ja, stond wel. Het is nodig, hè? Veel werk met mij, hè? Voilà, absoluut. Ik had verwacht van de drie testen dat er op zijn minst één negatief ging zijn. Ja. Maar dat is eigenlijk niet het geval geweest. Ik heb twee constanten gehad. Bij Deinze was ik degelijk. Hè. Vrij vlot meegedaan met de occasionele fout. Dat is normaal. Ik onthoud die ook beter van mezelf dan van iemand anders. En bij Bever hetzelfde. Dat was een aparte training in een kleinere groep. En bij Dender, moet ik zeggen, was ik echt goed. Oké, dat is belangrijk om nu natuurlijk te zien hoe we kunnen vooruitgaan met een van die ploegen of misschien nog met anderen, maar ik denk vooral ook te focussen op die ploegen. Ja. Ik weet niet of jij al iemand gehoord hebt van de clubs? Kijk, ik heb Antoine al gehoord van Beveren, die er zelf over begon. Okay. Dus dat is sowieso al, sowieso al goed. Mirakels, dat bestaan niet. Ja. Het is alleen maar hard werken. En als je hard werkt, dan word je beloond. Niet vandaag is misschien morgen, is het niet morgen, is het misschien overmorgen. Maar je ziet zelf, je voelt zelf aan dat het beter en beter gaat. En eigenlijk een type speler zoals u, kunnen heel veel clubs gebruiken. Hè? Wat moet er nu gebeuren? Stel dat we effectief ergens op een squadlist nog willen geraken. Dan moeten wij voor het einde van de maand februari op die lijst komen te staan. Ja. Een contract hebben tot het einde van het jaar natuurlijk. En ja, dan is het aan u natuurlijk om u te tonen, om u te bewijzen dat je goed genoeg bent. Ja. Dus we moeten nu vol aan de slag met de ploegen waar dat je hebt getraind. Daar iets uit de brand te slepen. Hoe weinig kost het in principe om iemand aan dat minimumcontract op zo'n squadlist te zetten? Ja, sowieso gaan de clubs nu gewoon een minimumcontract geven. Mm-hmm. Die cijfers zijn op zich allemaal, niet zo hoog. Dat draait rond 1000, 1500 euro per maand. Dus dat gaat zoals journalisten worden meer betaald. Ja, ik kijk uit naar de foto die we samen kunnen pakken dat ik papier onderteken. Want we laten ons duidelijk zijn, we gaan eerst in 1B kijken. Ja, tuurlijk. Daar presteren en wie weet. Denk je? We zitten in het stadion, hè? Ik zal eens naar beneden gaan, misschien is Heiner. Die is toch al zijn aanvallers kwijt. Ik kan me even goed even gaan aanbieden. Staat er, Thijs? Ik sta fucking transfermarkt. Ik sta op de transfermarkt zonder clip. Positie linksbuiten. Hallo. Zone, foto, credited. Menu, gedetailleerde positie. Linksbuiten, schaduwspits. En dan maar reclame. Tweevoetig. Oh my god, tweevoetig. Geen carrière statistieken. Ik sta fucking transfermarkt, broer. I played out the game.